Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan vanmorgen inderdaad nadenken over het thema Er is hoop. En we willen samen een stukje gaan lezen uit Romeinen hoofdstuk 1. Judith, heel erg bedankt voor je bijdrage voor de kinderen uit Jeremia. Een prachtig hoofdstuk. Maar deze week in de voorbereiding werd ik er toch bij bepaald om het thema Er is hoop vanuit Romeinen 1 vanmorgen met jullie te bespreken. Romeinen hoofdstuk 1. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 13. Romeinen 1 vanaf vers 13 en lees aandachtig mee. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijze, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de heerlijkheid van een onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Tot zover dit gedeelte. Er is hoop.
Misschien heb je ooit die sticker gezien die in de jaren 80, dacht ik, overal opgeplakt werd. Een regenboogvlag, Stichting Agape, die deze, ik dacht ja, Agape, die deze campagne, evangelisatiecampagne lanceerde. Er is hoop. Je vindt ze soms nog. Als je mensen vraagt, waarom is er hoop? Wat is de hoop? De gemiddelde Nederlander, als je hem die vraag stelt, dan zal je het antwoord krijgen, alles komt goed. In de wereld, maar ook in mijn persoonlijk leven. Er is hoop, want uiteindelijk komt het goed. Als wij als christen tegen elkaar zeggen, of je dat nu met een evangelisatiecampagne doet, zoals wij met de Bijbelschool, maar ook gewoon in ons gewone leven, geldt voor ons allemaal, als wij zeggen, er is hoop, wat bedoelen we dan? Want het moet geen slogantaal zijn. Iets wat we zomaar roepen. Er is hoop, toch? Het komt allemaal goed. Is dat zo? We willen niet zeggen, joh, het zijn donkere dagen voor kerst, maar we hangen de lichtjes op. We gaan gezellig met elkaar eten. Er zijn nog een hoop goede dingen naast de vele moeilijke dingen. Zijn er nog een hoop goede dingen in het leven? Er is hoop. Laten we ervan genieten. Ik gun u heerlijke kerstdagen en goede diners. Maar we voelen vanmorgen in de gemeente aan, dat is niet de hoop die het over het graf heen houdt. Je kerstdiner of je mooie liefdevolle contacten in de familie geven je niet echte rust en echte hoop. Zelfs de wereld vraagt het zich af. Gisteren was ik met onze eigen gemeente uit Leersum. Waren we aan het evangeliseren. Gingen we bij mensen in ons dorp in Leersum langs de deur om hen uit te nodigen voor onze kerstnachtdienst. En ik kwam bij een oude mevrouw van 85. Ze zei, kom maar even binnen, het is koud. En ik mocht in het portaal in de gang staan. En ik vertelde haar over het feit dat de Heer Jezus naar de wereld gekomen is. En ik vroeg, zegt dat u nog iets? Ze zei, joh, ik moet je eerlijk vertellen, ik ben ermee opgevoed. In onze tijd was dat nog heel normaal. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen, ik doe er eigenlijk niets meer mee. Ik zeg, hebt u hoop? Ja, daar vraag je me wat, zei ze. Terwijl ze door de grijze haren wreef. Ik ben bang dat het met deze wereld niet goed komt. Ik zeg, en met u? We hadden elkaar nooit ontmoet. Zomaar stond ik in haar, achter haar voordeur. En met u? Ze zegt, ik weet het niet. Hebt u hoop? Ik weet het niet. Zelfs zij, die de Bijbel al jaren niet meer gelezen had, zei, in deze tijd vraag ik me af of het goed komt. Natuurlijk zegt u vanmorgen amen als ik zeg er is hoop. Ja, zeg je, er is hoop. Maar wat bedoelen we dan? Ik vind dat een eerlijke vraag. U ook? Want zomaar roepen in het wilde weg, er is hoop, terwijl de wereld kreunt en zucht. Het kan ook een beetje oppervlakkig worden om dat te zeggen, toch? Terwijl je je bitterballen naar binnen werkt, het journaal leest, je roept er is hoop. Maar wat bedoelen we dan? Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. En wat ik ga doen is, ik ga twee dingen noemen, dat is niet zo fijn. Twee dingen noemen waarom er geen hoop is. Twee redenen op basis waarvan we niet kunnen hopen. En dan ga ik u twee redenen noemen waarom we wel hoop kunnen hebben. Ten eerste, er is geen hoop op basis van onze geestelijke toestand. En dat ontleen ik aan Romeinen hoofdstuk 1. Waar Paulus, voordat hij die geweldige Romeinenbrief, u hebt er een hele serie over gehad, dus ik hoef u niks te vertellen. Voordat Paulus die geweldige Romeinenbrief uit de doeken gaat doen en daar het evangelie in zijn volheid gaat uitpakken, begint hij, dat weet u, in hoofdstuk 1 met een heel erg donker plaatje. En hij beschrijft daar de situatie van de heidenwereld. In hoofdstuk 2 heeft hij het over de religieuze mens. Je zou kunnen zeggen de Jood,
De mens die bekend is met de openbaring van God. In hoofdstuk 1 heeft hij het over de heidenwereld. Je zou kunnen zeggen, de wereld die niet of niet meer bekend is met de openbaring van God. Nou, hier op Urk zal het misschien nog meevallen, maar wij leven met Nederland en met West-Europa inmiddels in een post-christelijk tijdperk. 95% van de West-Europeanen heeft God voor dood verklaard. Het is een Romeinen 1 situatie. De heidenwereld die God niet langer erkent. Ik ga u een aantal redenen noemen op basis van dit gedeelte. En ik wil je vragen, ik wil je dat met klem vragen vanmorgen. Dat is altijd goed als je het woord van God hoort. Maar vanmorgen wil ik je met klem vragen om dit ernstig en met een zacht hart tot je te nemen. Paulus beschrijft daar vanaf vers 18 dat de toorn van God geopenbaard wordt. Als wij denken aan de toorn van God, dan zijn we misschien geneigd om te denken aan de toekomstige toorn, aan de oordeelsdag. Maar Paulus heeft dit in Romeinen 1 vers 18, ziet u in uw Bijbel, niet over de toekomstige toorn. Hij heeft het over de huidige toorn van God die nu geopenbaard wordt. Nu, vandaag de dag. En ik meen, en daarom ben ik daar vanmorgen deze week bij bepaald, dat dat zo actueel is voor onze situatie, ook waar ons land en volk in verkeert, broeders en zusters. De toorn van God wordt geopenbaard. Waarover dan, zeg je? Ik probeer het eenvoudig te houden, zodat iedereen het kan begrijpen. Waarover wordt de toorn van God geopenbaard? Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Mensen die goddeloos leven en in ongerechtigheid leven. Welke mensen zijn dat, zeg je? Lees me mee in vers 18. Dat zijn de mensen, zegt Paulus, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Jongens en meiden, als je naar het zwembad gaat en je neemt een bal mee en je zegt, ik ga die bal onder het water drukken. Niemand ziet dat ik een bal heb. En je duwt hem onder je zwembroek en niemand ziet hem. En je houdt hem vast en je zegt, nee, er is hier geen bal. Je drukt hem onder het water, maar je weet, als je hem loslaat, wat gebeurt er dan? Dan schiet hij naar boven. Je kan hem alleen onzichtbaar houden als je hem onderdrukt. Dat zegt Paulus hier. Er zijn mensen die de waarheid onderdrukken. Welke waarheid? Nou, vers 19. De waarheid van God. Wat bedoel je dan, Paulus? Nou, dat wat van God gekend kan worden, dat je bewust zegt, nee, God bestaat niet. God is geen realiteit. Maar Paulus zegt, als je dat zegt, dan onderdruk je het. Dan stop je het onder de waterlijn, want je weet dat God bestaat. Vers 19b, God zelf heeft het je geopenbaard. Niet in de kerk, niet door je gelovige ouders primair. Maar diep van binnen is er in ieder mens, zegt Paulus hier, een besef dat God bestaat. Is dat zo, zeg je? Mijn collega uit Amsterdam, weet hij dat God bestaat? Ja, zegt Paulus, vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, inderdaad, zegt Paulus, God is onzichtbaar, maar de onzichtbare God, de dingen van hem, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Dus Paulus zegt, als een mens, waar en hoe die ook geboren is, als die door de wereld loopt en de schepping ziet, dan weet hij van binnen, er is een God. Dat kent hij, ik gebruik de woorden van Paulus, vers 20, en dat doorziet hij. En wat weet hij dan over God? Als hij naar die bloem kijkt, of naar dat vallende blad, of naar de Niagara watervallen, of als hij in storm op zee is, of geniet van een prachtige palmboom, of een vrucht in zijn handen houdt. Wat weet een mens dan? Dat God eeuwige kracht bezit en goddelijkheid. Dat God de schepper is.
Dus zegt Paulus vers 20c, niemand is te verontschuldigen. Je luistert vanmorgen mee en je zegt, maar je zei net dat 95% van de Europeanen God voor dood verklaart. En Paulus beweert dat diezelfde 95% weet dat God bestaat. Ja, dat is wat Paulus beweert. Vers 21. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hoort u dat? God kennen, dus niet persoonlijk kennen, maar weten van zijn bestaan. Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Dus, ik maak vanmorgen niet zoveel onderscheid tussen kerkmensen en niet-kerkmensen. Ik gooi het allemaal even op één hoop, als u dat goed vindt. Aan het einde zal ik wat onderscheid maken, maar nu gooi ik het even op één hoop. Wat Paulus zegt is, als de mens die door God geschapen is, luistert u goed, God niet erkent of verheerlijkt. En later in dit gedeelte zegt hij, God gedankt. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een proces tot stand in die mens, en misschien moet je zeggen in die mensheid, in die maatschappij, op ons tot ons toegepast, in onze West-Europese maatschappij, dat we, vers 21, verdwaasd worden in onze overwegingen en onverstandig in ons hart. Wij zijn geneigd om te denken dat we, omdat we zo weinig van God weten, we daarom verdwaasd zijn. Maar Paulus zegt het is andersom. Omdat we weten dat hij bestaat, maar er niet aan willen, dat onderdrukken, daarom raken we van hem vervreemd en verdwaasd. En worden we verduisterd in ons verstand. Weet je, die hele postmoderne mens met zijn wetenschap en zijn ideeën over God, waarvan 95% zegt, en ik zeg het vanmorgen met een gebroken hart, en ik hoop dat je dat zo beluistert, die hele academische, wetenschappelijke mens die het zo goed denkt te weten, Paulus zegt, die komt helemaal los van God. Die wordt verduisterd in zijn denken en verdwaasd in zijn overwegingen. Dat is aangrijpend. En lieve broeders en zusters, ik geloof dat wij in die tijd leven. Als een mens van God afscheid neemt, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt je prijs gegeven aan jezelf. Dat is wat Paulus drie keer zegt. In vers 24, in vers 26 en vers 28. Daarom heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven. Als wij als mensen tegen God zeggen, wij willen niet met u en met uw beginselen van doen hebben. Weet je wat God dan op een gegeven moment zegt? Ga dan maar je gang. Ik trek mijn handen van je af. Geen vuur uit de hemel, maar een God die de wereld die de mens aan zichzelf overlevert. Dat is de toorn van God, zegt Paulus. Is er hoop? Ja, maar niet op basis van onze geestelijke toestand. Paulus noemt vijf gevolgen van het feit dat als wij God onderdrukken in ons bewustzijn. Vijf gevolgen. Ik zet ze voor u even snel op een rijtje. In vers 21 en 22 heeft hij het over de verduistering van ons verstand. We worden dwaas in onze overwegingen en krijgen een duister hart. Weet je, het negeren van God maakt dat het licht uitgaat. Je ontkent hem
omdat je hem niet wil erkennen, maar op een gegeven moment zie je hem ook niet meer. Is God uit je bestaan verdwenen. Je wordt verduisterd, het licht gaat uit. Het tweede gevolg is, vers 23, afgoderij. Als je God niet aanbidt, en ieder die hier zit, die weet dat, dan ga je wat anders aanbidden. Je hart is een altaar. Er zit een gat in je hart en je moet iets aanbidden. Als je niet God aanbidt, aanbid je het leven, aanbid je jezelf. Je zal ergens voor knielen. Er is geen mens die in de diepste zin van het woord atheïst is. We jagen allemaal naar de aanbidding van iets. En de een doet het met zijn bankrekening, de ander met zijn eer of zijn status, een volgende met zijn uiterlijk, een andere met zijn bedrijf, een andere met zijn, noem maar op, maar we jagen naar geluk. Zo zijn we geschapen om ons geluk helemaal in God te vinden. Maar als we God buitensluiten, dan zullen we afgodendienaars worden. Soms heel beschaafd in de natuur, of met de cultuur, of in de sport of de popwereld, de politiek, de filosofie, de wetenschap. Soms heel onbeschaafd, heel banaal. Ik hoef de voorbeelden daarvan niet te noemen. Afgoderij. Het derde gevolg, broeders en zusters, van het feit dat wij God verlaten, is moreel verval. Vers 24. Altijd als mensen God verlaten, dan vervalt de moraal. Vers 24 heeft het over lichamen die onteerd worden. Lichamen die prijsgegeven worden aan de diepste zondige verlangens van het hart. Denk aan wantoestanden, ontrouw, egoïstische, seksistische lust, seksualiteit die loskomt van liefde, seks als een los verkrijgbaar product. Sinds de jaren 60 en 70 is er in ons land de vrije seksuele moraal. Als je in de jaren 80 zoals ik geboren bent, of in de jaren 90 of na het millennium, is het eigenlijk normaal geworden. Moreel verval, vooral op seksueel gebied. En Paulus gaat in vers 26 en 27 nog een stap verder. Dat is het vierde. Hij zegt, als de toorn van God geopenbaard wordt, als God een natie prijsgeeft, ga dan je gang maar, dan komt er verduistering, afgoderij, moreel verval. Maar vier, er komen ook seksuele stoornissen. Vers 26 en 27. Paulus zegt daar, ik heb dat net voorgelezen aan u, en u ziet het in uw Bijbel als u uw Bijbel open hebt, dat man en vrouw overgegeven worden aan een omwisseling van natuurlijke seksuele gerichtheid. Mensen, vers 27, die in wellust voor elkaar ontbranden. Mannen die de natuurlijke omgang met de vrouwen opgeven en in wellust voor elkaar ontbranden. Paulus bespreekt hier het fenomeen van homoseksualiteit. Seksuele afwijkingen. Nee, ik heb het niet over iemand die worstelt met bijvoorbeeld homoseksuele gevoelens en een leven tot Gods eer wil leiden. Ik heb het over een maatschappelijke tendens dat dit als normaal beschouwd wordt. En tot slot in de laatste versen, vers 28 tot 32, beschrijft Paulus algehele ontaarding. Toen ik net die verzen voorlas, ik heb niet opgekeken hoor. Ik keek in mijn Bijbel, maar misschien dacht u wel, er komt geen eind aan joh. Het is een blacklist van zonde. Lekker hoopgevend dit.
Begrijpt u dat Paulus dit gebruikt als inleiding voor het evangelie? Hij zegt uiteindelijk, die vijfde stap is, als een mens loskomt van God, als God een maatschappij overgeeft aan zichzelf, weet je wat er dan ook ontstaat? Algehele ontaarding. Niemand wil in zo'n wereld leven. En toch leven we in zo'n wereld. Jij en ik. En het gaat ook ons en ons hart en ons huis niet voorbij. Romeinen 1 is actueel. In ieder geval voor ons continent, voor West-Europa, voor Nederland, die vaak voorop gaat in losbandigheid. Is er hoop? Niet op basis van onze geestelijke toestand. En de tweede reden die ik daar kort aan toevoeg is, ook niet, dat is de tweede, op basis van onze praktische toestand. Onze moreel-ethische toestand. Onze psychisch-sociale toestand. Ik heb even een beetje een diepteboring gedaan. Een diepteboring. Je hoeft niet zo diep te boren. Je komt het al snel tegen als je kijkt hoe het ervoor staat. Ik noem even wat dingen in ons land, kort. En dat doe ik niet om vanmorgen somber te doen. Ik wil dat u mij goed begrijpt. Jullie kennen mij al langer, ik ben niet somber. Maar ik wil dat als wij zeggen er is hoop, dat we dat niet zomaar roepen. Onze ogen dicht doen, het journaal niet kijken, de krant niet lezen. Zeggen, nee, er is hoop. Ja, maar wat bedoelen we? Nou, ik heb net gezegd, niet vanwege onze geestelijke toestand. Nu zeg ik, niet vanwege onze praktische toestand. In Jip en Janneke taal, gewoon hoe we erbij zitten in ons land en in ons volk. Als eerste, hoe groot de psychische nood is onder mensen. In de media, als je soaps en films kijkt, jongelui, dan zie je gelukkig glanzende gezichten. En je kan denken, de moderne mens die leidt een verzadigend leven. En de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen zijn talloos, maar schijnbedriegt. Het aantal mensen in Nederland dat kampt met psychische problemen en daarvoor antidepressiva slikt, ligt inmiddels ruim boven de 1 miljoen. Wat een geweldige nood teistert veel Nederlanders. Psychische aandoeningen, depressie, angststoornissen, eetproblemen. Instellingen waar mensen opgenomen worden, hebben vaak lange wachtlijsten. Zinloosheid, doelloosheid, mensen op zoek naar zichzelf. En wat denk je van eenzaamheid? Niet alleen mensen in bejaardentehuizen, juist onder jongeren is de eenzaamheid ontzettend groot. We rennen in ons hamsterwieletje. Op zoek naar geluk. Maar velen van ons in ons land zijn diep ongelukkig. Misschien ook wel mensen onder ons die deel zijn van de gemeente. Ik maak toch even een onderscheid. Dat je zegt, ja, ik ken de Heer Jezus, maar ik ervaar soms ook veel doelloosheid en duisternis in mijn denken, eenzaamheid. Als je kijkt naar de verslavingsproblematiek. Tien jaar geleden, dus is niet zo actueel, gaf 73% van de mannen en de jongens aan, in een Rutgers-onderzoek, met grote regelmaat pornografie te kijken. Het is 10 jaar, denk ik, niet minder geworden. En meer dan 20% van de vrouwen zegt te worstelen met een seksuele verslaving. Als je dit uitbreidt met alcohol, verdovende middelen, ook in religieuze gemeenschappen,
kom je tot schrikbarende conclusies. In Nederland zijn er meer dan 2 miljoen mensen, schatting, die worstelen met een chronische verslaving. Als je kijkt naar de kwaliteit van het huwelijk, in Nederland, ik houd het maar bij ons land, worden ruim 40% van de huwelijken die gesloten worden weer ontbonden. En ik weet, als ik deze dingen vanmorgen zeg, dat ik misschien bij u wel op een litteken duw, links of rechts. Maar we meten met elkaar ook dat dit de werkelijkheid is. De gevolgen zijn desastreus. Ontwrichte gezinnen, gedesillusioneerde ex-getrouwden. Talloze kinderen. Het is bijna normaal geworden. Die een diep vertrouwensbreuk oplopen. Omdat papa en mama, vader en moeder uit elkaar gaan. Ik weet dat er situaties zijn dat het bijna niet anders kan. Ik oordeel daar ook niet over. Ik noem alleen hoe het ervoor staat in ons land. De getallen van zelfdoding. Enorm gestegen in de achterliggende jaren. In 2015, 7 jaar geleden, maakten ruim 1800 mensen een einde aan hun leven. Wat zou er aan al deze mensen zijn omgegaan? Waarom kwamen ze tot zo'n besluit? Wij waren in België op voorbereiding op de campagne en een oudste daar uit de gemeente, een ras-echte Vlaming, vertelde dat de zelfmoordcijfers onder jongeren in België hoger zijn dan ooit. Jongeren voor wie de wereld open ligt, met social media en digitale contacten te over. Duizenden studies en opleidingen. Je zou kunnen zeggen, jongeren zouden moeten floreren meer dan ooit. En toch juist onder jonge mensen, misschien ook wel vanmorgen, zijn er tieners en twintigers die diepe duisternis in hun leven ervaren. Identiteitscrisis. Jongeren die zichzelf niet meer herkennen. Onze kinderen zitten op de basisschool en krijgen biologie, seksuele voorlichting. En ik zie hoezeer wij met onze kinderen moeten praten om hen te vertellen dat het Gods bedoeling is dat het huwelijk bestaat uit 1 man en 1 vrouw. Omdat de hele cultuur je vertelt, allerlei dingen zijn mogelijk. Van de week kwam er een foto openbaar van een lesboek. Waarin werd verteld dat als je hetero bent en gevoelens hebt voor iemand van het andere geslacht, als man voor een vrouw en als vrouw voor een man, dat je je misschien moest afvragen waar dat vandaan kwam. En of dat je niet opgelegd is. We raken het. Je zou kunnen zeggen dit. En ik bedoel dat niet onpastoraal. Ik ben bereid om met eenlingen hierover te praten. Maar je zou kunnen zeggen, waar een maatschappij het zicht op God verliest, verliest hij ook het zicht op zichzelf. Het is aangrijpend. Wat dit achter de voordeuren allemaal teweeg brengt. Ik zou daar cijfers van abortus en euthanasie aan kunnen toevoegen. Die spreken ook boekdelen. Is er hoop, lieve mensen? Ik hoop zo, als je dit hoort vanmorgen, hè, dat je dat niet hoort als een rijtje statistieken, maar dat je ook de mens hierachter ziet. Is er hoop niet op basis van onze geestelijke en onze praktische, moreel, ethische, psychische, sociale toestand? Misschien staan we er wel slechter bij dan ooit.
Als ik nu amen zou zeggen. Ja, wat dan? Heb je ook goed nieuws? Ja, maar het goede nieuws krijgt pas betekenis als we tot ons door laten dringen hoezeer dat wordt aangeboden in een context van pijn, verdriet, verlies en zonde. Paulus zegt, Rome, goddeloze stad, ik ga jullie het evangelie van Christus vertellen. Maar ik wil dat je eerst weet wat de achtergrond is, waar deze wereld zich heen beweegt, los van God. Waarom is er dan wel hoop? Er is hoop, lieve mensen, omdat God niet alleen zijn toorn openbaart, vers 18. Dat doet hij, dat heb ik net omschreven. Maar hij openbaart in het vers ervoor ook iets anders. Lees nu mee. Er staat, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Er komen dus twee dingen uit de hemel. De ene is de toorn van God, waardoor de wereld van God vervreemdt. En God de wereld die God niet wil erkennen, prijsgeeft aan zichzelf. Dat heb ik nu genoeg omschreven. Maar er komt nog iets anders uit de hemel. Weet je wat dat is? Dat is de gerechtigheid van God. Wat betekent dat? Nou dit, toen God op aarde zocht naar gerechtigheid en toen hij op de wereld rondkeek, zijn hier mensen die in gerechtigheid voor mij kunnen bestaan, moest God vaststellen, Romeinen 3, er is niemand die God zoekt, ook niet één. En de cijfers van zojuist bewijzen het. Maar God zei, oké, maar dan zal ik zelf voor gerechtigheid zorgen. Dan zal ik zelf mijn gerechtigheid openbaren. Weet je wat ik doe? Ik open de hemel en ik breng mijn zoon, mijn Messias in deze wereld. Mijn gerechtigheid. En het evangelie is dit, is dat God zegt, ik reken niet meer met jullie gerechtigheid. Ik verwacht van jou mens, religieus of postmodern. Ik verwacht niet dat je het zelf voor elkaar bokst. Dat je een gerechtigheid naar de hemel opbouwt, waarmee je op een dag zou kunnen zeggen, nu kan ik voor God bestaan. Nu is de rekening betaald. God zegt, dat kan niet, dat gaat hem niet meer worden, maar het hoeft ook niet. Ik openbaar mijn gerechtigheid, zodat wie gelooft, vers 17, wie uit geloof Christus omhelst, die wordt vrijgesproken. Hoezeer je ook bent weggezonken in de donkerheid en de duisternis. Dus, weer in Jip en Janneke taal. Wat is de situatie? Terwijl de wereld van God vervreemd en bij God wegbeweegt met de gevolgen zoals zojuist omschreven, zegt God tegelijkertijd, naar deze wereld gaat mijn liefde en mijn barmhartigheid uit. Deze mensen die totaal van mij vervreemd zijn, deze mensen die zoek ik. Deze mensen die wil ik hoop bieden, die wil ik veranderen, die bied ik eeuwig leven aan. Kun jij het begrijpen? Kan jij het begrijpen? Ik snap er helemaal niets van. Dat enerzijds moet God toornen over de ongerechtigheid. En anderzijds zegt God, het lijkt een heilig dilemma in God. Het is het niet. Het lijkt zo. Anderzijds zegt God, ik openbaar mijn gerechtigheid. Ik laat uit de hemel een anker zakken. En ik laat het zakken in een goddeloze wereld waar mensen mij massaal verwerpen. Daar laat ik het anker zakken. Het anker waarvoor de Heer Jezus Christus, mijn eigen zoon, moest sterven aan het kruis. Dat laat ik zakken. En wie zich vastgrijpt aan dat anker, wordt gered. Hoe, heb je wel eens over nagedacht, hoe groot Gods geduld is? Als ik de maatschappij, als ik die cijfertjes die ik net heb voorgelezen lees, dan zou je kunnen denken, tjoh, wat een ellende. Ik zie dat nu, nou, misschien 20 jaar. God ziet dit al eeuwen. God heeft Sodom en Gomorra gezien, God heeft Rome gezien, God heeft Amsterdam, God heeft Nederland gezien in de 21ste eeuw. En weet je wat God vanmorgen zegt tegen die goddeloze natie? Zie, hier ben ik. Ik laat mijn zon vanmorgen opgaan over een goddeloos land.
waar baby's worden vermoord, waar mensen niets met mijn woord te maken willen hebben, waar ik voor dood verklaard ben. Deze mensen laat ik vanmorgen mijn zon zien en zeg ik, zie, hier ben ik. Is er iemand, zegt God, is er iemand die diep genoeg gezonken is, die wanhoopt aan zichzelf, zie, hier is mijn zoon. Dat is het evangelie. Er is hoop, want God openbaart zijn gerechtigheid, zijn Jezus, zijn Messias. Misschien is het dieptepunt van onze maatschappij juist ook wel een startpunt voor God, want God houdt van zondaren. God houdt van zondaren. Misschien heb je ooit gehoord van die bendeleider Nicky Cruz gehoord. Kwam in New York terecht als tiener. Werd leider van een band, de Mau Mau's. En belandde in een vreselijk, immoreel, slecht leven. En de evangelist David Wilkerson zocht van die bendes op in de achterwijken van New York. En op een dag stond hij voor deze Nicky Cruz. En terwijl Wilkerson uitgelachen en bedreigd werd door de bendeleden, keek hij Nicky aan. En zei hij, Nicky, Jezus houdt van jou. Deze man kwam tot geloof. God houdt van zondaren. En jij? Geloof je dat het evangelie goed nieuws is voor een zondaar? Weet je wie daar ja op zegt vanmorgen? Weet je wie zegt, ik houd van zondaren. Ik kan huilen met een prostituee. En ik kan een bendeleider lief hebben. Weet je wie daar ja op zegt? Als je jezelf een beetje hebt leren kennen. Als je die fariseer in jezelf de nek omdraait. En je zegt, ik leef voor genade, joh. Ik zat misschien wel in de kerk, maar ik leid ook een dubbel leven. Ik was geen zondaar in de kroeg, maar een huichelaar in de kerk. Weet je wat ik heb gezien? Ik leef van genade. Jezus hield ook van mij. Dan krijg je hoop voor de wereld. Hoop voor je buurman. Hoop voor die goddeloze collega. Want de gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie. En dan de laatste reden, de vierde reden. Want het evangelie, vers 16, is de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Dit is zo'n fantastisch vers. Het mooiste vers uit de Romeinenbrief. Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Als ik in Vlaanderen samen met de studenten voor de deur sta. En je ontmoet daar mensen die totaal vervreemd zijn van God. En je brengt ze een tasje van hoop met het evangelie erin. Dan denk ik soms, Leander, dit kan nooit landen. Die mensen zijn met totaal andere dingen bezig. God is voor hen ver weg. Maar ik overhandig dat tasje met die flyer en ik verkondig mijzelf en wij verkondigen elkaar. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Wacht maar tot de kracht van het evangelie iemand te pakken heeft. Dan wordt de grootste zondaar wordt een volgeling van Jezus. Wacht maar als de dynamiet van het evangelie in iemands leven losgaat. Dat staat er, hè? Dynamis. De kracht is dynamiet. Wacht maar tot Jezus een zondaar in de ogen kijkt. Wacht maar als iemand in de wanhoop tot God gaat roepen. Want er is een God vol ontferming. Het is een kracht van God tot zaligheid. De opwekkingsprediker Whitfield zat op een heuvel en hij keek naar de stad Manchester in Engeland. Goddeloze stad.
En hij zat er samen met een broeder. En ze keken samen naar die stad. En die broeder zei tegen hem, moet je goed luisteren. Hij zei, tjoh, zei hij tegen Whitfield, kijk eens naar Manchester. Al die goddeloosheid, godverlating. Hij zei, deze stad is rijp voor het oordeel. Toch? En Whitfield was een poosje stil. En na een tijdje draaide hij zich om en hij keek zijn vriend aan. En hij zei, nee, deze stad is rijp voor het evangelie. Een kracht van God tot zaligheid. Snap je nu dat Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Deze wereld die wegzinkt onder de toorn van God. Zie je dat voor je? Huilt je hart er nog wel eens om? Deze wereld die wegzinkt onder de toorn van God. Is de wereld die de boodschap van het evangelie het hardst nodig heeft. En waar het evangelie ook de grootste kracht kan doen. Ik schaam mij niet. God heeft het antwoord in zijn Zoon, Jezus Christus. Wij gaan het anker uitwerpen in Vlaanderen, in onze eigen omgeving, in ons gezin. En we weten, als het evangelie klinkt van Jezus Christus die stierf voor goddelozen, dan doet God zijn werk. Hij verheerlijkt zichzelf. Er is hoop. Er is hoop. Want God verandert mensen. Hij vergeeft en hij vernieuwt ook. Ook als je hier vanmorgen zit en zegt, ik ken de Heer Jezus. Maar ook ik worstel met gebrokenheid, met zonde, met verslaving. Met wat ook allemaal genoemd is. Wat er ook speelt in je leven. Ook voor jou is het evangelie het beste nieuws. Niet dat je dan altijd gelijk van je problemen af bent. En dat alle gebrokenheid passé is. Dat zeg ik niet. Maar wel dat God je nieuwe hoop en nieuw perspectief kan geven. Omdat hij gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. Halleluja. Amen. We gaan samen een lied zingen. Jezus als hoop van de volken. Opwekking 618.